Op de dag van de Witte Stok legde de Nijmeegse wethouder Bert Veldhuis een vrijhoudend tegel bij de geleidelijn bij het museum. Zulke geribbelde lijnen op straat helpen blinden en slechtzienden bij het vinden van hun weg. Het is belangrijk dat de lijnen vrij blijven, maar helaas is dat niet altijd zo. Mensen zetten bijvoorbeeld fietsen op de lijnen of er staan vuilcontainers op. Op 15 oktober, dag van de Witte Stok, vragen verschillende organisaties hier aandacht voor. De gemeente Nijmegen ondersteunt dit initiatief. Wethouder Veldhuis plaatste de tegel in aanwezigheid van Jeroen van Dijk, voorzitter van de Oogvereniging Gelderland.